Everybody can make a difference. Ik keek elke avond prachtige docu's van David Attenborough. Ja, dat raakte me gewoon. Ik dacht, 20 jaar geleden kon ik nog lekker door het bos rennen. Hoe is dat over 20 jaar? Smeltende ijskappen, biodiversiteit die verdwijnt. Maar je ziet wel dat steeds meer mensen zich daar bewust van worden. Dat is gewoon iets waar we mee aan de slag moeten ook. Wij zien heel erg dat heel veel mensen en bedrijven bereid zijn om hun steentje bij te dragen als de drempel maar laag genoeg is. Als je iets met het klimaat doet, zit je heel snel in de linkerkant van het politieke spectrum. Maar het klimaat is eigenlijk niet politiek. Iedereen zou voor het klimaat moeten zijn. Wij zijn natuurlijk veel meer bezig om het systeem duurzamer te maken. We worden heel vaak idealisten genoemd en ik denk dat we heel realistisch zijn. Als je gewoon kijkt dat die grondstoffen op zijn en de manier waarop we onze economie nu vormgeven, dat past helemaal niet. Voor ons betekent duurzaamheid werken aan herstel en daadwerkelijk aan een oplossing werken in plaats van iets wat minder slecht is. Voor elk probleem wat we voor ons hebben op ecologisch gebied en sociaal gebied zijn al goede oplossingen. En die kunnen we gewoon off the shelf halen. Het is heel erg nodig dat mensen gaan inzien dat het moet en dat het kan. Laten we met elkaar gewoon betere keuzes maken. Laten we beter nadenken over onze persoonlijke keuzes. Ook de keuze van wat je met je geld doet. Dat lijkt nu op de korte termijn comfort in te leveren. Maar op de lange termijn is het wel, denk ik, het beste voor jezelf en voor je omgeving en voor de planeet.